Ja, goedenavond, Yves. Marcel Positivo, even het draadje aan de kant. Ik zag net een bericht voorbij komen. Britney Spears liet haar tepels zien tijdens een optreden in Amerika. Dat is vorig jaar ook al een keer gebeurd. Maar dat wordt dan publiek naar voren gebracht. Dat zij haar boezem toch wel een beetje te veel liet zien. Althans, haar tepel. Dan denk jij bij jezelf, waar gaat het over? Wat is er nou zo belangrijk aan? Wat is er nou zo speciaal aan? Kijk, ik wil mijn tepel ook wel laten zien, maar dat zit niemand op te wachten. Maar was de toegevoegde waarde om dit te melden op het nieuws? En ik heb daar zo mijn eigen idee bij, mijn eigen bedenkingen bij. Maar jongens, dit is toch wel heel erg groot nieuws. Dat Britney Spears, nou, voor mij heeft hij ook aan het begin aardig wat succes gehad, maar nu, ik zal het niet weten wat haar laatste hits zijn van haar. Ik zal het niet weten, maar een tepel in het nieuws brengen tijdens optreden, dat ze die haar boezem te veel ontbloten en daaruit het gevolg was dat haar tepel, het publiek zag dus dat ze de tepel liet zien of dat nou bewust of onbewust. Je hebt wel net een video gezien, ze zag er wel goed uit. Maar verder, jongens, waar gaat het over? Ik vind het allemaal niet zo belangrijk en niet zo spannend. Dit was even het nieuws van mijn kant over Britney Spears. Liet voor de tweede keer achtervolgens. I did it again, zei ze. Oeps, I did it again. Dat waren haar woorden tijdens het onthullen. Ik wil zeggen, van haar boezem en haar tepel die vrij kwam.